Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Als je naar de huidige generatie spelers kijkt, dan kun je wel stellen dat voetbal enorm veranderd is, toch? Ja, helemaal waar, Evert. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe een speler als Ronaldo zich beweegt en dat vergelijkt met de spelers van vroeger, ja, dan is dat een wereld van verschil. In de Samara Arena speelt de Russische club met een hele moeilijke naam. Krylya Sovetov Samara. Ja, het stadion wordt ook wel de Cosmos Arena genoemd en het is net open. Er worden een aantal wedstrijden van dit toernooi gespeeld. En er kunnen zo'n 45.000 man in. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Vandaag heeft de trainer de poppetjes als volgt neergezet. Maar dit is niet het traditionele 4-4-2 systeem, toch? Nee, dit is echt met een ruit op het middenveld. Ja, dat zou je ook best wel traditioneel kunnen noemen. Het betekent in de praktijk dat je een middenvelder hebt die vlak achter de twee voorste aanvallen speelt. En ja, dat is de manier. Met deze formatie stappen ze vandaag het veld op. Het gevaar moet voorin komen van twee spelers. Wat verwacht jij eigenlijk? Ik denk dat ze spelen met een aanspeelpunt en een tweede spits in een vrije rol eromheen. De vraag is of de backs en de drie middenvelders voldoende initiatief durven te nemen om die voorhoede spelers te bedienen. We zijn begonnen aan de eerste helft van deze grote wedstrijd. Twee teams die weinig voor elkaar onderdoen en vandaag staat er toch veel op het spel. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Handig ingegrepen hoor, dat had hij. Pulisic! Daar is het eerste doelpunt van dit duel al en dat is rap, Jori. Lekker toch, we weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Hij scoort met zijn zwakke been, of toch niet, Jori? Nou, het is volgens mij ook zijn zwakke been, maar het zwakke been is wel sterk genoeg om dat doelpunt te maken. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. De eerste bal gaat er vandaag in. Reed. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Agudelo. En deze kans mogen de Verenigde Staten niet laten liggen. Oh, knalhard schot. Oh, wat een beauty van de Verenigde Staten. En die gaat er ook in. Dat is heerlijk hoor. Twee doelpunten zo snel achter elkaar. Ja, dat is wel lekker als je twee keer scoort achter elkaar. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken.
Reed. Bal retour afzender. Die paas dat onderschept. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Dempsey. Kans om te schieten. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Mogelijk een goede kans hier. En het schot. Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. Wood. Gestopt door de verdediging. Die bal schiet te ver door. Wie weet levert dit een kans op. Daar gaat hij. Een uitstekende redding van de keeper die zich uitstrekt en die bal pakt. En nu uithalen. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu... Kijk eens. De spits kreeg de bal niet voor op zijn voet, denk ik. Het was een schampschot. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dempsey. Agudelo. Moet je dat zien? Oh, wat een misser. Die zien we vanavond wel terug op het internet. Ja, ik denk dat die speler dat nog wel een tijdje te horen krijgt van de fans. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Wood. Agudelo. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Kijk nou! Met zo'n bal verras je deze keeper niet.
Mooi gespeeld. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. En hij is de bal kwijt. Hij drijft de bal op. Kopt hem handig door. Agudelo. De keeper grijpt in. Die bal gaat over de achterlijn kort. Hij kiest ervoor om de bal... Agudelo! Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd, want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Wordt dit wat? De keeper heeft hem. Agudelo! Wat een geweldige redding van de keeper. Goed. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. Als één speler het verdient om positief voor het voetlicht te worden gebracht, is hij het wel. Vind je ook niet, Jury? Ja, ik vind dat hij vandaag een uitstekende indruk maakt. Veel aanvallen beginnen bij hem, doordat hij de ruimte goed weet te benutten. Bovendien is hij uitstekend in de passing, waarvan die assist... Goed! Fantastische kopbal, maar de keeper zat er goed bij. Dempsey. Gaat dit hem worden? Pulisic! De keeper redt op fenomenale wijze. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we Dempsey... En de Verenigde Staten komen hier tot scoren. Doelpunt nummer 2 voor hem vandaag. Daarmee tank je zelfvertrouwen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Daar zit een tegenstander tussen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Aanval in de kiem gesmoord. De scheidsrechter fluit. Wat heeft hij gezien? Dempsey, gefloten voor een overtreding, blijft het bij een vrije trap.
Er lijkt een doelpunt in de lucht aan. Goed gekiept hoor, door die doelman die een tegenaanval voorkomt. De hoekschop gaat zo genomen worden. Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. De blessuretijd bedraagt maar liefst 5 minuten. 5 minuten. Howard. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoor, dit defensieve afwachtende voetbal. Jammer vind ik dat toch. De keeper, hij gaat ervoor. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Daar komen ze goed weg, Jury. Een gewaarschuwd mens stelt voor 2, zou je zo zeggen. Nou, ik hoop dat ze dit wel wakker schudden, want dit lijkt nergens op. Als ze zo doorgaan, dan krijgen ze onherroepelijk een hoop tegendoelpunten. En deze kans mogen de Verenigde Staten niet laten liggen. Wood. Agudelo. Wood. De eerste helft zit erop nu en het is 3-0. Hij heeft een geweldige eerste helft gespeeld. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Ja, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Daar gaan we. Tweede helft is begonnen. De eerste helft was nogal eenzijdig en het wordt lastig om zo'n achterstand nog in te lopen. Wie weet levert dit een kans op. Schiet! We kijken naar deze hoekschop. Diepe corner. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. Een schot. Ik dacht dat hij erin zou gaan. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu... Ja! De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. De aanval levert niks op. En de keeper krijgt het op zijn... Oh, knalhard schot. Een juweel van het doelpunt.
Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Reed. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Nog steeds aan het dribbelen. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Mooi breed gepaast. Dempsey. Een schot. De keeper heeft hem. Daar komt de corner. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. De coach komt met twee wissels. De bal wordt in de 16 gebracht. Weinig problemen voor de keeper daar. Ja, deze kopbal was een eitje. De scheidsrechter legt het spel stil om te kijken hoe het met die geblesseerde speler is. De geblesseerde speler heeft het veld verlaten. We vervolgen het spel met een scheidsrechtersbal. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat er bestaat, de voordeelregel. De bal wordt voor het doel gebracht. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Agudelo. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Wat een waanzinnig schot. De keeper brengt redding. Opnieuw een hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Het is een corner. De bal wordt in de 16 gepompt. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Hij neemt de bal. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Eens kijken of dit het begin van de counter is. Bal is over de lijn ingooi. De ingooi wordt snel genomen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dempsey. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Agudelo.
Daar gaat hij. Het schot smoort ergens in de verdediging. Mogelijk een goede kans hier. Dempsey. Hij is er bijna. Hij zit. Zijn derde goal en dus een hattrick. De verdedigers weten zich geen raad met hem. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om 3 keer te scoren even. De goal vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Het gaat ze makkelijk af, Jury. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Daar wordt een gevaarlijke steekpaas er net uitgehaald. Agudelo. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ja, dit gaat goed. Ingreep door de keeper. En we krijgen weer een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Howard. Oh, dat kan een dure fout worden. Wat hebben ze die keeper? Hij gaat ervoor. De doelman redt, de aanval loopt door. Het wordt een inworp en geen corner. Al was het lastig te zien hoor. Die inworp gaat helemaal mis. Kans om te schieten. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. We nemen de prestaties onder de loep van een speler die het vandaag niet lijkt te hebben. Nee, van zo'n speler verwacht je dat hij een achterstand ongedaan kan maken. Ja, dan moet je het de doelman wel iets moeilijker maken dan nu. Een speler met zijn kwaliteiten moet veel meer brengen. Verdediging in actie. Wood. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Bal in de 16. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Agudelo. Dempsey. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en eens kijken hoe... Dat was gruwelijk mooi. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Oh! Buitenspelval werkt prima. Hij loopt met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers toch eens horen? Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe.
En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. Dempsey. Goed verdedigd. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Dit moet een goal worden. En daar is hij dan. Dit is een pas van wereldklasse. En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt een stempel op deze wedstrijd. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Er lijkt een doelpunt in de lucht te hangen voor Amerika. En nu scoren. Oh, wat een beauty van de Verenigde Staten. En dat is een tweede, nog eentje voor een hattrick. De goal vanuit een andere hoek. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaatsmaken voor een teamgenoot. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Daar wordt de bal prima afgeschermd. Handig ingegrepen, hoor. Dat had hij heel goed gezien. De bal rolt zo naar de keeper. 5 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Nog maar 1 minuut te gaan. Houdt hij het hoofd koel? Dat balbezit duurde wel erg kort. Linke plek ook om de bal kwijt te raken. Goed. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, en nu voorzetten. Bradley. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Die drijft de bal op. Ik ben benieuwd hoor of ze gevaar. Hij doet het. En we krijgen weer een corner. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Komt dat schot? Gepakt door de keeper. En nog een hoekschop.
De bal wordt voor het doel gebracht. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Het gevaar wordt afgeslagen. De scheidsrechter blaast voor het einde van de partij. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band even. En die maakte echt het verschil vandaag. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk.